We staan met Klaartje op de boot van haar man, Pieter. Die gaat de komende 3 maanden de Vendik Loop varen. Het is nog 2 dagen tot de start, de laatste voorbereidingen. Wat zijn jullie nu deze dagen nog aan het doen? De laatste dingen gaan vandaag aan boord. Het is de bedoeling dat er vanaf vanmiddag 5 uur hier eigenlijk niets meer hoeft te gebeuren. Er zijn nu vrienden, familie onderweg. Daar hebben we vanavond een afscheidsdiner mee. Morgen wil Pieter een beetje uitslapen, gezond eten, nog eventjes vers fruit en relaxen. Dan zijn we met de kinderen samen, eten we morgen avond met de kinderen op tijd naar bed en zondag gaat beginnen. Jullie hebben heel veel eten ingeslagen voor de komende maanden voor Pieter. Wat is dat voor soort eten? Dat is, 's avonds heeft hij een zak astronautenvoer. Dat is niet heel vies, dat is heel erg voedzaam. Maar het is natuurlijk allemaal iets waar je warm water bij gooit. Ja. En een soort van half vloeibaar opeet. Ja. Verse spullen kun je niet meenemen. Aan boord van deze boot is geen ijskast. Hij gaat ook nog door hele warme gebieden varen. Ja. Maar we hebben het wel ietsje aangenamer gemaakt door ook bijvoorbeeld houdbare broodjes mee te nemen. Die op een primuspit soort van kan verwarmen. Ja. Wat kaas, worsten, noten, gezonde repen. Die is ook gebruikt bij het klimmen van de Mount Everest. Ja. Maar er gaat echt een paar honderd kilo eten mee. Ja. Maar het is inderdaad wat luxer. Sommige Fransen die gaan weg met alleen maar dat astronautenvoer en crackers. Die crackers die zijn na een paar keer overstag gaan, zijn ze helemaal verkruimeld. Dus die proppen dan wat crackers naar binnen. Pieter heeft gezegd, dat ga ik anders doen. Ja, want het is al bar genoeg waarschijnlijk. Dus je moet wel wat dingen hebben om eruit te kijken op een dag. En hoe is het voor jou? Jij blijft 3 maanden alleen thuis. Heb jij echt een hekel aan deze boot? Nee, alles behalve. Ik ben heel blij dat ik een man heb met een passie. Dat vind ik heel gaaf. Ik ben trots op hem dat hij dit gaat doen. Ik kan wel zeggen dat ik het heel spannend vind, ja. Dat kan. Dus het worden wel 3 maanden waarin ik, als ik 's nachts even wakker word, op de track weer kijk waar die is. En als ik een gekke beweging zie, even mijn mail open om te kijken of hij daar een berichtje over heeft gestuurd. Want soms zegt hij, jongens, ik ga mijn zeil wisselen. Als je iets gek ziet, dan weet je wat er aan de hand is. En dat gaat wel, denk ik, de komende maanden 24 uur per dag voor mij door. Dus niet alleen voor Pieter slapeloze nacht, maar voor jou misschien ook wel een beetje. Nou ja, spannend vind ik het wel, maar daar gaan we wel een weg in vinden. Pieter is heel goed in ons informeren. Ja. En dat geeft rust. En ik weet hoe Pieter vaart, hoe hij met spannende situaties omgaat. Omdat we samen ook lange afstanden hebben gevaren. Ja. Dus ik heb heel veel vertrouwen erin dat hij dat goed aanpakt.